Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Alle drie kindjes zijn al wakker. Niels is al werken. Die begint nu ook weer bij iemand anders te werken. Dus die is nu al weg. Ik ga de kindjes klaarmaken. Ik heb alle flessen klaarstaan. En dan moet ik Jordi naar school brengen. Alles staat al zover klaar. Kleertjes, alles. Dus ik hoef ze eigenlijk alleen maar naar beneden te sjouwen. En dan hoef ik in principe niet veel spannends te doen. Als zorgen dat ze klaar zijn en aangekleed zijn. Dus dan ga ik even regelen. Nou, daar ligt alles hoor. Sammy heeft al zijn fles op, denk ik. Heb je hem al op? Je hebt hem nog niet op. Wil je nog? Moet je er wel bij liggen, hè? Niet zo. Wee. Liam, stop met je broer pesten. Laat je broer gewoon zijn fles drinken. Stop hiermee. Nee. Hey. Stelletje etters. Maar, zodra ik aankleden. En naar de school van Jordi. Dan naar de winkel. En dan hebben we het weer gehad. Zijn we even thuis. Jordi even afgezet. Gelijk besproken wanneer we zijn afscheid gaan vieren. Want ja, hij gaat natuurlijk in september naar een andere school. Dus gelijk even de datum besproken. En dan gaan we nu naar huis. Hij heeft gepoept. Dus die moet ik even schonen. En dan gaan we naar de winkel. Ik ben even naar de winkel geweest. En daar krijgen ze een boterham en gaan ze lekker naar bed. Maar meneertje die heeft... iets uitgevonden. Hier is Sammy aan het spelen. Dat is dus Liam aan het doen. Sammy, wat ben je aan het doen? Stelletje bendemakers. De kindjes waren op tijd wakker, dus we zijn op tijd onderweg naar nu Jordi ophalen. En toen waren we weer thuis. Ik ben zeiken nat, maar dat is niet erg. Jordi is op een gegeven moment in slaap gevallen op school en het regende dus. Ik til hem naar buiten toe en hij is wakker. Dus dat is mooi meegenomen, dus dan hoop ik slaapt hij vanavond. Dus ik heb tijd. Nou, ik ga ze drinken geven en ze... het hele ritueel eventjes doen. Ik ga ze ook nog even uploaden. En dan is er weer tijd om te koken. Nou, Niels die is thuis gekomen. We hebben gegeten. En toen... na het eten zei Niels in één keer... wat heeft Liam een dik oorlel? Het was mij nog niet eerder opgevallen. Dat dat zo was. Dus toen gingen we kijken. En dan zat hieronder zat ook allemaal rood... Dus of hij is gestoken door iets of weet ik veel. En dat geeft die dikte. Of er is iets anders aan de hand. We gaan eventjes kijken, want hij heeft de huisartsenpost opgebeld. Niels dan. Om het even te laten controleren. Dus ze zijn er nu heen. We hebben Jordi, Liam en Sam gedoucht. Want ze zeiden van ja, er zou dan niks in het oor moeten zitten. Of wat dan ook. En als het ontstoken was, dan... in ieder geval, Liam mocht gewoon douchen. Dus dat heeft hij ook gedaan. Hij is nu lekker in zijn pyjamaatje met papa mee naar de huisartsenpost om eventjes te laten kijken. Niels wilde het gecontroleerd hebben. Ik denk zelf niet dat ze er veel aan gaan doen. Maar het kan natuurlijk een ontsteking zijn. Of we zijn natuurlijk naar de dierentuin geweest. Misschien heeft er wel iets geprikt. Allergische reactie. Ik weet het niet. We gaan... Joef was even vervelend. Het feit blijft natuurlijk dat het iets is, ik heb geen bijtwondje gezien of wat dan ook, dus ik kan daar verder niks op uitmaken of dat het daadwerkelijk iets is. Oh ja, en hoe het nu met die blafezel hier is, gaat wel iets beter. Het is nog niet helemaal over, maar het gaat beter. Een hele goede morgen. Jordi heb ik net al naar school gebracht, hij heeft een fysio gehad en de hele zooi.
Ik ben net thuis met de kindjes. Lekker krentenbolletje eten. Yay! En ik ga zo wat drinken geven aan ze. En dan ja, gewoon dingetjes hier thuis. Move, nee. Move. Move. Hij wil, of zij wil het krentenbolletje afpakken. Nee, plaats. Nu. Plaats. Shit op. Liggen. Dus, en ze weten het donders goed. Jordi was een beetje chagrijnig. Maar hij heeft ook klokje rondgeslapen, dus dat is goed. De vraag over hoe het met Liam is. Ik zal het heel even laten zien. Kijk, dit is het oor waar dat hij last van heeft. Van dat oor heeft hij dus niks. Je ziet wel degelijk dat het rood is, maar ik denk toch echt dat het een muggenbult is. De doktoren die hebben een foto gemaakt en gekeken. Ze denken dat hij een allergie heeft voor dit soort dingetjes, muggenbulten, dat soort dingen. Dus het is even gewoon afwachten en kijken. Als hij geprikt wordt door een mug, over het algemeen op zijn arm of wat dan ook, dan heeft hij ook een grotere plek. En hij gaat natuurlijk eraan krabben. Dus ik denk dat het dat voornamelijk is geweest. Maar we houden het in de gaten. En anders moeten we gewoon maar eventjes een keer naar de huisarts kijken of er iets mee kunnen. Of weet ik veel wat. Ik weet dat er een crème is, cortisonecrème of zoiets, weet ik het daarvoor. Maar ik wil eigenlijk gewoon eerst weten of dat hij er een allergie voor heeft. Maar ja, dat is wat we met de huisarts moeten doen. Voor de rest, ja, gewoon mijn huishouden doen vandaag. En ik hoef niet naar de winkel, gelukkig. Ik heb mijn eten al in huis, dus top. Kindjes wakker maken. Dat gaat nog wat worden. Oh, daar is al iemand wakker. Sammy, wakker worden. Sammy. Nu je wakker worden. Sam. Sam. Doe hem wakker worden. Doe hem wakker worden. Sammy. Sammy. Je moet wakker worden. Och jongen toch. Zo verdrietig hoef je niet te zijn. Hier. Tutti. Goed zo. Wil je wakker worden? Ik ga mama even bij je broertje kijken. Hi. Wil je wakker worden? Hi. Wil je ook wakker worden? Hallo, wil je ook wakker worden? Je hoeft niet verdrietig te zijn. Kom jongen, we moeten opstaan, want we moeten je broer halen. Dat zijn mijn kinderen, als je ze wakker moet maken. Zo geinig. Lijkt op mama. Jop, ik maak mijn borst weer nat. Jordi is opgehaald. Liam die was boos omdat hij last heeft van zijn kont, want hij heeft al dunner gepopt. En Sam, die is weer vrolijk. Ze zijn eigenlijk allebei wel, alle drie wel vrolijk. Dus we gaan het zien. Wij hebben even gezellig met mensen uit de straat buiten gezeten. En dan is het nu tijd voor een flesje. De twee etters die liggen al flesjes te drinken. En dan is het tijd om naar bed toe te gaan. Niels gaat vanavond even naar een vriend toe. Ik geef klooien hier, opruimen, et cetera. En dan, ja, is dat weer de dag. Oh, trouwens. Niels die is bij een ander bedrijf erbij nog begonnen. Bevalt het? Ja. Mooi. Wat doe je? Watermeters vervangen. Juist. Dat is wat hij doet. 3 dagen in de week doet hij dat nu. En dan 2 dagen bij een autogarage. Dus dat is wat hij nu doet. Voor de mensen die het interessant vinden om te weten waar hij mee bezig is. Een hele goede morgen. Het is al druk hier. Het is 7:55. Ze hebben al een flesje gehad. Ze hebben al een broodje gehad. Ze hebben van alles al gehad. En ik ga ze zo klaarmaken. Liam die gaat naar het KDV. En Jordi gaat naar school toe.
Dus dat is wat er vandaag gaat gebeuren. Ja. Nee. Nou. Dus dat is wat er vandaag gaat gebeuren. Sammy is ook vrolijk. Hè, Sammy? Ja. Wee, zeg maar daar. Daar. Ik ga eventjes de kindjes aankleden. Ik ben gewoon ruim op tijd, gelukkig. Die ga ik even doen. En dan ja, laat de dag maar beginnen. Het is vandaag Nationale Modderdag, blijkbaar. Dus ik ben benieuwd hoe dit vakantie thuis komt. Want die kan je niet zo nauw. Nou, daar zitten we dan. Samen. Jordi is op school. Liam is op schooltje. Ze hebben vandaag Nationale Modderdag. Ik ben benieuwd. En een afscheid van de juffrouw en Jordi. Dan ga ik daar nog even een kleinigheidje voor halen. En ja, dat was het. Deurtje dicht. En gaan met die banaan. Je laten vallen. Wij hebben Liam opgehaald. Hij heeft heerlijk gespeeld. En nu gaan we onderweg naar huis. We hebben kaaskorreltjes gehaald straks. Sissy lekker aan het oppeuzelen. En dan dadelijk een flesje en lekker naar bed. Want hij zou heel moe zijn, zeiden ze. Maar lekker gespeeld. Lekker gespeeld, hè, jongen? Ja, hè? Ik heb Jordi opgehaald van school. Hij heeft heel even geslapen op school, dus dat is goed. Niels is onderweg naar huis. En het is nog maar 4:30, dus hij is op tijd thuis. Er gaat een juf, er is eigenlijk in principe een juf weg. Dus Jordi heeft een cadeautje gekregen. Ik zal eens even kijken wat er allemaal een beetje in zit, want ik ben wel benieuwd. Sowieso op het kaartje staat, lieve Jordi, het was berengezellig, liefs, de juffrouw. Ik noem geen namen, want dat vind ik helemaal niet interessant, dat erbij zit. Hij heeft een boekje gekregen van Flip de Dolfijn en ze zijn natuurlijk verwend met een afscheid en alles. En ik heb ook nog een cadeautje voor Jordi, vanuit Jordi gegeven. Ondanks dat ik natuurlijk iets geknutseld had. Kijk een stukje terug. Kijk in een van de vorige vlogs. Dit is wel een heel leuk boekje. En hij heeft bellenblaas gehad. Ook leuk. Dat is wat hij heeft gehad. Los van het feit dat hij natuurlijk op school de hele dag verwend is. Heeft hij natuurlijk ook gewoon dit gekregen. Super lief, super leuk. Ik heb een vaasje met iets van droogbloemetjes erin en een kaas erop gegeven. Ra, 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 ra. Wat gaan jullie zo doen? Ze ging even badderen. Onder het toeziend oog van papa. Jee. Jee, Sammy! Ja? Nee. Papa, hij moet die kant op. Hij kijkt in de zon aan, wordt gek. Nee, met speelgoed. Nee, niet doen. Liam gaat er zo uit, want hij is er echt koud, Niels. Ja, die heeft paarse lippen. Ja, je hebt dikkere vel.
Dan kan Sam misschien ook naar de poppen. Maar dan wordt er wel eentje jaloers. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Sam die wilde niet 1, 2, 3 slapen. Uiteindelijk toch in slaap gevallen. Nee. Liam, daar ging ik straks boven even naar kijken. En toen lag hij onder de dekens. Dus ik dacht, slaapt hij nou serieus met zijn hoofd onder de deken? Dus ik wilde kijken, maar wat was hij nou aan het doen? Hij had zeg maar zo'n spiekgaatje zeg maar ertussendoor nog gemaakt. En op het moment dat ik dichterbij kwam, was Nikke, hallo! Ik zeg tegen hem, ik zeg, dat was niet de bedoeling, hè, vriend. Ik heb die deken weer goed gelegd. Gaat hij weer met zijn kop onder de deken liggen. Weer zie je zo'n gaatje. Ik zeg, ja, nou gaat mama toch echt weer weg, hoor. Ik zeg, daag. Ik zeg, ik hou van jou, wat ik altijd zeg. En hij doet die deken aan de kant. Gaat hij staan. Daag! Nou, dat... Onze clown. Ja. Ik zeg maar, nou moet je echt gaan zitten en gaan slapen en gaan doen en mij niet bellen. Mm-hmm. Toen ging hij liggen. Toen zit hij nog een keer, daag! 5 minuten later lag ik te slapen, want dan ben ik weer gaan kijken. Mooi toch? Ja. Niels weet dat namelijk niet, omdat Niels eventjes iemand aan het helpen was. Ja. Dus hier in de straat, die helpt ons ook altijd, dus die had even hulp nodig. Dus Niels die zei, ik kom je wel even helpen. Daarna heb ik hier nog alles opgeruimd. Niels is thuisgekomen, heeft nog even mee gestorst en gedweld. En nou liggen we lekker op de bank. En gaan we nou naar bed. Ja. Dus, ook een tik. Ik weet niet waarvan. In ieder geval, wij gaan lekker slapen. Welterusten. Een hele goede morgen. Niels, die is nu eventjes bij Liam en Sam. Ik ga met Jordi op pad. En doei. Ik ga naar de diëtist met Jordi. Dat is een afspraak die we hebben vanuit het Radboud. Om te kijken wat werkt. En aangezien ik het eten kook, moet ik dat doen. Deze people wil niet slapen. Nou. Ik wil heel even uitleg geven. Ik ben vanochtend dus naar de diëtiste geweest. Daar heb ik mijn gesprekje gevoerd en gedaan. Daar ga ik zo uitleg over geven. Toen ben ik thuisgekomen, heb ik de kindjes fruit gegeven. Niels is gewoon naar zijn werk gegaan. Toen was het eenmaal tijd voor brood. Knuffelen met de kindjes, naar bed brengen. Liam wilde niet 1, 2, 3 slapen, dus daar ben ik ook nog mee bezig geweest. Jordi wilde niet slapen. Ik heb hem wel even prikkelarm gezet, dus gaat goed. Ik ben nu burrito's aan het maken, de mix voor de burrito's ben ik aan het maken. Mijn ouders die komen straks hier en dan eten ze mee. Die zijn hier tegen 6:15 en dan hebben de kinderen al gegeten. Dus daar zorg ik al voor dat ze van tevoren al hebben gegeten. Niels is ook rond die tijd hier, dus dat komt allemaal samen. Maar de diëtiste. Uitleg. Ik heb met de diëtiste een heel gesprek gehad en het komt er eigenlijk op neer dat er, want het is de bedoeling dat de lucht uit de darmen in principe moeten. Maar op de manier hoe ik Jordi eten geef, met wat voor producten ik Jordi eten geef, zijn maaltijden, hoe ze eruit zien, et cetera, zegt zij, ik kan niks voor jou doen, want je bent in principe al alles aan het doen wat je moet doen. Gevarieerd eten. Genoeg groenten, genoeg fruit, genoeg tarwe, genoeg dit, genoeg dat. Alles wat hij maar kan hebben en moet hebben, doe ik. Dus het enige wat ze nog had is in plaats van halverine boter op de boterham, margarine erop smeren. Ze zegt dat is misschien nog wel iets wat je kan aanpassen, moet niet, maar het is wel een aanradertje. Nou, dus daar gaan we van de week even naar kijken. Morgen of zo ga ik dat even halen dan. Prima, wil ik best doen, is geen enkel probleem. Doe ik met liefde en plezier. Maar wat qua lucht in de darmen. Hij krijgt al zo'n variatie aan eten. Ik let al op zijn eten. Ik let al bijvoorbeeld dat de tomaat geen velletje heeft. Dat soort dingen allemaal.
Op wat hij wel goed kan kouwen, wat hij niet goed kan kouwen, dat ik dat kleiner maak. Ik ben al met 101 dingen bezig. Dat hij bijvoorbeeld uit de fles drinkt en dat hij dan goed ook drinkt en dus minder lucht hapt. Hij krijgt wel uit een beker te drinken hoor, daar niet van. Maar daar kan hij ook weer mee lucht happen. Dus ik probeer wel alles zoveel mogelijk goed te doen. Maar zij kon in principe als diëtiste zijnde, kon zij niet veel betekenen. Omdat ik dus alles eigenlijk al doe zoals het hoort. Ze zegt eigenlijk ben je gewoon een modelmoeder die alle dingetjes al op een rijtje heeft staan. En wat allemaal goed is. Dus daar kan ik niks aan veranderen. Ik steek die veer maar even in mijn reet en we gaan gewoon weer verder naar de volgende optie. Oh, en wanneer dat is, dat weet ik niet. Maandag ga ik eventjes bellen naar de kinderpoli. Want vanuit daar zouden ze nog iets regelen qua massageachtig iets. En ik ga dan even vragen hoe ver het is. Een dames. Hey, zo! Een heren, ik denk dat Jordi naar bed wil, want hij heeft vandaag niet geslapen. Nee. Is dat een rivaal of zo? Hè? Is dat een rivaal? Ja, ze kunnen niet met elkaar, maar ook niet zonder elkaar. Sam wil liever die been door. Inmiddels liggen de kindjes op bed te slapen. Mijn ouders zijn naar huis. Wij gaan een beetje opruimen. En dan gaan we lekker. En het einde van deze vlog is ook gekomen. Yep, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.